guys. We hebben even een pitstop. Er is nog een uurtje op de weg. Staat op de navigatie. En dan ben ik eindelijk in dit one. Het is echt een lange reis om van Marrakesh naar dit one te reizen. I'm in shock. Mijn vriendinnetje heeft haar vlucht niet kunnen halen. Maar zij vliegt dus morgenochtend. Dus dan is zij hier morgenmiddag. Haal ik haar ook eventjes op. Dus dat is wel gezellig. Ik kan niet wachten om lekker een douche te nemen. Mijn haartje te feunen. En gewoon mijn pyjama aan te doen. Mijn tandjes te poetsen. En te gaan slapen. Want ik ben zo moe van de afgelopen 2 dagen. Ik heb er echt wel aan overgehouden. I think it's all worth it at the end. Dus dat is altijd wel een goede push naar de eindstreep. Een hele goede morgen iedereen. Welkom bij een nieuwe dag. Oh, ik ben lekker vroeg wakker. Ik heb lekker geslapen. Ik ben nu in Tetuan lekker bij Sabri en Lega. En heb tot laatst super gezellig. We hebben gisteren nog lekker gegeten. En toen ben ik eigenlijk naar bed gegaan. Ik ben nu wakker. Het is best wel vroeg. Maar ik dacht ik ga nog een beetje werk doen. Het is zo'n mooi uitzicht. Ik ga het jullie gelijk even laten zien. En ze zijn ook lekker vroeg op het strand. Heerlijk. Het water is ook nog lekker rustig. I love it. Wij beginnen de dag met een koffie. I feel like I'm done and don't know where to run. People always trying to take a bite out of my mind. If you need a fight, maybe we could start. I feel like my dad be gone. I'm moving lost in love. Let the world be here. Hit the fucking mask. Galore. Want ik ben een savage. Good morning guys, het is de volgende dag. Wij zitten lekker op het terras, we gaan lekker ontbijten en dan gaan we varen waarschijnlijk. En jullie gaan gezellig mee vandaag. Het is heel lekker weer in dit one, het water is ook pretty. Dus ik denk dat het toch een goede dag is om te varen. Oké guys, ik heb me aangekleed. Ik heb een outfit aan van Savanna Morrow en mijn Hermes slippertjes. En deze cute strandtas heb ik geleend van Zuli en Savri. Super cute. En wij gaan nu lekker varen. Selma, waar ga je naartoe? We gaan naar Marina's meer, want wij gaan lekker varen. Oh my god. Hello gorgeous people. Ik ben met Zuli. En wij zijn nu lekker bij Banyan. En we gaan lekker aan het strand liggen. En we gaan ook eventjes wat eten hier. En dan gaan we weer lekker naar huis. Gezellig, gezellig. Dit is mijn outfit. En ik heb mijn Etico sandalen aan. En dit is Zuli's outfit. Kijk hoe cute. Met haar sandaaltjes. Love it. Very colorful vandaag. Beide. Voor het eerst ik ook. We kunnen hangen in Parijs, Mona Lisa. Oké, we decided dat we zin hadden in McDonald's. Dus wij gaan McDonald's eten, guys. And you're gonna go with us. Gezellig. Ik heb zo'n zin in cheeseburgers and nuggets. You guys don't even know. So that is exactly what I'm gonna eat. Zuli en ik hebben McDonald's gehaald. En ik heb een cheeseburger, frietjes en ik heb nuggets. And this girl is also going ham. Dus wij gaan dit lekker even eten. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb me lekker ingesmeerd. Pyjama aangedaan en wij gaan lekker beneden zitten. Voor het geval ik vragen krijg over hoe het zit in Marokko met corona. In Marrakesh was het wel echt veel heftiger dan in Tetuan. Ik ben ook 1 dagje naar Tanger geweest en daar viel het ook, dacht ik, wel mee. Alles is dicht om 9 uur en je kan eigenlijk alleen thuis blijven daarna. Tenzij je een autorisatiepapiertje hebt die je toelaat. Het zij bij werk of whatever dat je je mag verplaatsen daarna. Als de avondklok om 11 was, dan was het nog een soort van semi oké. Want dan kon je na het strand ook nog even uit eten en dat kan nu helemaal niet meer. So that's kind of fucked up. Dus je moet je dag echt vroeg beginnen.
heb ik het idee. Dus dat doen wij ook. Dus dat is heerlijk. Alles is wel gewoon open. In Marrakesh is het wel wat strenger. Want daar moest iedereen op straat ook een mondmasker op hebben. En hier is dat veel minder. Hier heerst dat helemaal niet eigenlijk. Dat was, dacht ik, omdat in Marrakesh je meer coronagevallen had dan in het noorden van het land. Zo. So, ik ga lekker beneden zitten met Zuli. En dan hebben we nog avondeten. En dan ga ik lekker naar bed. Ik wil wel lekker slapen. By the way guys, make sure to follow Litlist. Ik ga stuk. Dus mijn vriend zit op mijn Spotify. En hij add allemaal nummers op mijn Litlist. Althans, hij laat ze me horen. Dan zeg ik, ja, zet hem op Litlist. Zet hem op Litlist. En dan zet hij ze op Litlist. So. Now you guys having nog een beheerder op Litlist. Hallo, jullie favoriete vlogster hier. Anyhow, hallo guys. Jullie allerleukste en liefste vlogster hier. Moi, Sammy. Ik heb gisteren even Uno gespeeld met mijn vriend. En wij gaan nu onderweg naar Tanger toe. Want we gaan even een paar pakjes ophalen. En ik ben zo stupid geweest om eigenlijk letterlijk geen ene BH mee te nemen op eentje na. En I've been roulering met twee BH's. Zo, ik moet echt BH's hebben. Het is echt heftig. Maar gelukkig draag je toch de hele dag door bikinis. So that doesn't really matter. Maar wij rijden nu naar Tanger vanuit dit one. Zuli is in de front. En Sabri die komt er zo aan. En dan gaan we lekker die pakjes ophalen. En dan kan ik hopelijk, want ze hebben een hunkermuller, hoorde ik in de mall. En I did not know that. Dus dan kan ik even BH's halen. If you have your size. Yes, and like I don't like bras with nee, nee, it's okay. And I don't like bras. Ik hou niet van BH's die beugels en zo hebben. Snap je? Dus je moet echt specific. Ja, yeah, ik heb moeilijker. Echt voorkeuren voor BH's. Je bent echt moeilijk specific om alles. Echt? Je haar, die nagels. Ja, dat is wel waar. Maar weet je hoe dat komt? Waarom ik dat ben? Omdat ik altijd, ik heb een beetje OCD. Lichtelijk, maar ik heb ook misofonie, dus dat gaat vaak samen ook gepaard. Oh, ja. En dat houdt dan in dat ik gewoon bepaalde dingetjes gewoon gedaan wil hebben zoals ik ze gedaan wil hebben. Dus daarom, kijk, meeste mensen begrijpen bijvoorbeeld niet dat ik helemaal naar Anastasia ga voor mijn nagels. Maar ik weet als ik naar Anastasia ga, heb ik perfectie. Kijk, voor mijn haar heb ik eentje in Rotterdam, dat is Salon Maher en Bilge. Want hun feunen precies hoe ik mijn haar gefeund wil hebben en hoe ik het geknipt wil hebben. En hetzelfde geldt voor mijn wenkbrauwen, ga ik naar Elnas. Alles met betrekking tot gezicht en lichaam ga ik naar Fatma toe. Snap je? Ik heb voor iedere stadje heb ik mijn eigen people. En dat werkt gewoon. I understand. Dus ik zou die formule ook lekker willen houden. Ik heb vandaag een Skims top aan. En dit broekje, die zit super lekker. Hij is lekker wijd ook. Deze is van Bayou de Label. En Bayou de Label, daar heb ik ook een paar bikinis van. It's so pretty, guys. Jullie moeten het echt checken. Ook de jurken. Een hele goede avond. Ik ben met Zuli. Wij echt, ik ben guys, ik ben ongesteld geworden. Dus wij hebben heel de avond. Je zegt je hele stuk. Ja, ik moet toch eerlijk zijn van de kijkers. Ik ben ongesteld geworden. We hebben heel de dag lekker thuis gezeten. Het was ook niet zo heel lekker weer. En toen kwamen we last minute. Hey, met het idee, zullen we er weer naar McDonald's gaan? Het is een chaos, want om 8:30 hier nemen ze geen bestellingen. Horen jullie dat? Nemen ze geen bestellingen aan. En wij zijn nog door de rij met bestellingen. En mensen worden nu para. Ik wil niet filmen, want daar is voor die check. Daar gaat het lopen. Maar mooie mensen worden para. Het is echt, echt bizar. Gewoon die mannen die hier werken, sekken. Hallo, ik praat tegen mijn vlog. A little bit of respect. Dus die mannen die hier werken krijgen de schuld van het feit dat mensen zo lang in de rij staan. Maar ja, ik zeg net tegen die politieagent, misschien is het verstandig om volgende keer om 8:30 het vanuit de ingang te doen. Snap je? Het te sluiten. Dus ja, dat is nu de story. Mensen worden para. Ze maken ruzie. Ik kijk naar die auto. Ja, het is echt erg. It's the worst, guys. Avondklok. Nobody agrees. McDonald's moet open blijven. Hele goedemorgen op het water van Titwan. Wij zijn lekker vroeg het water ingegaan. Ridda en Appie die zitten op die jetski. En wij zitten op deze. En we are about to die. Het water is zo mooi plat. Dus je kan echt lekker snelheid maken zonder dat er golven in je weg komen. Zodat het stopt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar de amount of kwallen in het water is abnormaal.
Maakt mijn hoofd niet heet. Ja, we kunnen chillen, maar we doen het my way. Knoop het in je oren en zorg dat je niet vergeet. Ben de better since town, ja, dat zie je meteen. Come through, will you see in a late night? Hello guys, wij zijn even boven in het huis. Rita en ik moesten een filmpje opnemen. Would you hire? Hij is echt gek. We hebben net even een filmpje opgenomen en we gaan weer zwemmen. Ik merk dat ik de laatste tijd vind ik het wel veel chiller om bedekter te zwemmen. En I got a very cute package. Ik ga het jullie laten zien. Het zijn swimkinis, maar die zitten super comfortabel. So I'm gonna show you. Super chill en het stofje is ook echt lekker. Ik ga hem heel even openmaken. Two colors. Ik heb een bordeaux rode en een zwarte. Ik ga denk ik die zwarte aandoen omdat ik een zwarte bikini ook aan heb. So I'll be back in a minute. Ik heb de swimkini aan en ik draag een maatje S. En dit is een... ze zijn raar aan het doen in de kamer hiernaast. Maar goed. I'm a professional vlogger. Ik kan gewoon doorgaan. Maar... een professional vlogger kan niet op tegen schreeuw, dus opnieuw. Ik heb een maatje S aan. Deze is in het zwart. I really like the way the fit is. Misschien had ik voor de bovenkant een maatje M of zo moeten nemen. Maar ik heb best wel brede heupen, dus als je minder brede heupen hebt, dan weet je in ieder geval hoe een S'je valt. I really like it. En de stof is ook heel fijn. Ik zet in de beschrijving even een linkje. Mochten mensen interesse hebben. Oh my god, look! Zuli heeft rood aan. Super cute. She's the Robin to my Batman. Peace! Hi guys. Ik heb net gedoucht. Het is volgens mij echt inmiddels 8 uur. En iedereen heeft nog een uur op het water. Dus mensen maken daar massaal gebruik van. Which they should. I took a shower. Ik heb een masker opgedaan. En echt helemaal ingemasseerd. Dus je kan het niet eens zien. Maar hij is lichtgroen. Ik denk dat we vanavond, we kunnen nergens heen, maar we blijven lekker thuis, een beetje kletsen. En dan gaan we inpakken, want morgen gaan Ridda en ik sowieso naar Marrakesh. Maar ik hoop dat de rest ook meegaat, want het is super gezellig. En dan gaan we daar een beetje vakantie vieren, want vorige keer in het begin van de vakantie, toen ik in Marokko aankwam, was het meer like work related. En ik ging wel uit eten, maar alles was zo gehaast. Dat ik nu echt gewoon even wil chillen en ik denk met Marrakesh Marokko wil afsluiten. But I don't know for sure yet. Hoop ik dat jullie de vlog wel een beetje leuk hebben gevonden. Ik heb een Skims pyjama aan. Ik kreeg heel veel vragen hierover trouwens op Instagram. En ik kreeg ook echt, ik heb de reacties gelezen over dat ik vaker moet vloggen. En ik wil dat ook echt heel graag. Alleen ik merk dat ik er een beetje uit ben. Omdat ik het zo lang niet heb gedaan en op andere projecten allemaal heb gefocust. Maar I like to vlog. I like to talk to you guys. Dus ik denk dat ik dat maar eventjes goed ga oppakken. Dus ik hoop dat ik niet teleur heb gesteld met deze vlog. En op naar leukere en betere. Hi, allerlieve mensjes. It's me again. Ik ben terug in Nederland, zoals jullie kunnen zien. Ben ik gewoon weer lekker thuis. Nadat ik had ingepakt, ben ik nog naar Marrakesh geweest en ben ik daar 2 weken geweest. Even wat tijd doorgebracht met mijn vriend, wat heel gezellig was. Ben inmiddels in Nederland. Ik heb heel de dag al gesport. Ik heb gewerkt. Ik heb met Ridda alles moeten opnemen wat ik moest opnemen. En ik moet nu echt mijn gezicht ontsminken. Dus ik ga dat eventjes doen voordat ik de vlog afsluit met jullie. Ik hoop dat dit een wat langere vlog was. Woehoe! Oké, dus ik vond Marokko echt super gezellig. Ik heb echt genoten. Ik ben heel lang, niet zo lang, in Marokko geweest. Dus voor mij was dat ook weer even leuk. Ik ga binnenkort weer eventjes voor een lang weekend. Want ik heb mijn oma niet kunnen bezoeken. Omdat ik echt bang was dat ik haar ziek zou maken of iets dergelijks. Ook al heeft ze al een vaccinatie. Ik ga heel even dit eraf spoelen, guys. Be right back. But I want to tell you guys about this product. Jullie weten al, ik hou van Clean Glow. Ik vind het tof dat ze cruelty free en vegan zijn. I've been loving that. Maar let's talk about the toner. Ik vind dat je de toner, je moet nooit vergeten je gezicht. Nadat je het hebt schoongemaakt. Want ik ga vandaag alleen voor gezicht wash toner. En dan breng ik een nachtmasker aan. Want mijn huid kan wel... genoeg hydratatie gebruiken. But hier zit hyaluronzuur in. And I just love it. Ik vind het ook fijn dat je alleen maar hoeft te drukken en het komt eruit. Ik hou er niet van om zo om te draaien.
En het is zo belangrijk om je gezicht te tonen. Ik denk letterlijk, het maakt niet uit hoe goed je je gezicht denkt te hebben gewassen. Altijd tonen met een toner die voor jou werkt. Ik vind deze super fijn. Wow. Guys, mijn gezicht is schoon. Ik ga alleen nog een nachtmasker opdoen, but see, this is why you gotta use a toner that works for you, because it's important. En ik heb ook het idee dat deze, het zorgt ervoor dat mijn poriën ook niet meer zo clogged zijn, waar ik echt van hou. En hyaluronzuur is altijd goed. First face, who this? Guys, mochten jullie de Clean Glow producten willen proberen, ik heb altijd de kortingscode voor jullie. Met Selma 15 krijg je korting. Ik zal dat ook nog even in de beschrijving zetten met een link naar de website. Ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vonden. Op naar meer vlogs. Ik ben very excited to vlog more, zeg maar. Alleen ik moet er echt nog een draai in zien te vinden. But I'm so willing to do so. Dus ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Vergeet je niet te abonneren en laat een blauw duimpje omhoog achter. Love you mucho. Bye bye. Planning marketing, ik heb die eerste klas positie. Independent kom ik hard regeren als Khaleesi. Maar alsnog wil ik mijn mensen blessen als traditie.